بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنام حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بمولد يعسوب الدين أمير المؤمنين الصديق الأكبر علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وأسعد الله أيامكم بمولد الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. Ik feliciteer de Sjiïtische gemeenschap met de geboorte van de leider over de gelovigen, Imam Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi. In de edele Koran zien wij verschillende verzen waarin Allah subhanahu wa ta'ala spreekt over het belang van een rolmodel. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله سبحانه وتعالى زخت de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is een rolmodel voor jullie. In een tweede vers Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat het volk van profeet Ibrahim alayhi salam hun rolmodel is, Ibrahim alayhi salam. Als wij gaan kijken vandaag de dag in de westerse maatschappij, dan zien wij dat zij zelfs rolmodellen hebben. Bijvoorbeeld voetballers of bijvoorbeeld acteurs. Maar waar baseren zij deze rolmodellen op? Op welke fundamenten? Dat is een interessante vraag. Wanneer zij een rolmodel aanhouden, dan kleden zij zich volgens dit rolmodel. En dan eten ze volgens dit rolmodel. En eigenlijk hun hele leven of een deel van hun leven leven ze namens dit rolmodel. En ze plaatsen bijvoorbeeld zijn of haar posters in hun huizen. De mens uit zichzelf is op zoek naar een rolmodel. De edele Koran zegt, Iswa, een rolmodel. Ons rolmodel is Ali ibn Abi Talib, salamullahi alayhi. Amir al-Mu'minin, de leider over de gelovigen, Imam Ali, salamullahi alayhi. De profeet, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, zegt, Ana medinatul ilm wa Ali. Wat betekent dat? De profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zegt, ik ben de stad der kennis en Ali is de deur ervan. Dat betekent dat een ieder die de islam buiten Amir al-Mu'minin alayhi salam wil kennen, heeft zich tegen de muur aangestoten en is niet door de deur gegaan. Dat is een eerste punt. Een tweede punt is dat degene die de islam wilt kennen zonder Ali ibn Abi Talib salamullahi alayh, is een dief. Want als we gaan kijken naar een huis heeft een voordeur. Wil je het huis binnentreden, moet je via de voordeur gaan. Wil je via een andere manier naar binnen gaan, dan pleeg je inbraak. Dus degene die de islam wilt volgen buiten Ali alayhi salam, buiten Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi, pleegt inbraak.
Het is een hele belangrijke. Onze 12e imam, Imam al-Mahdi, hajjalallah ta'ala. Hij heeft een aantal brieven geschreven. Jullie weten, Imam al-Mahdi, hij heeft al-ghayb al-sughra en al-ghayb al-kubra. Een kleine ghaybe, een kleine absentie en een grote absentie. Tijdens de kleine absentie heeft Imam al-Mahdi, salamullahi alayhi, brieven geschreven naar zijn representanten, naar de Shiïtische geleerden. En wie was de rolmodel van Imam al-Mahdi, salamullahi alayhi? Imam al-Mahdi, salamullahi alayhi, zegt: Wafi ibnati Rasulullah li iswa hasana. Imam al-Mahdi, salamullahi alayhi, zegt: Mijn rolmodel is As-Siddiqatul Kubra Fatima al-Zahra, salamullahi alayhi. Wie zegt dat? De imam van jouw tijd. De vraag die wij krijgen: hoe kom ik dichter bij Imam al-Mahdi, salamullahi alayhi? Wie is jouw rolmodel? Jouw gebed, het eerste van het gebed is wilaya. Zonder de wilaya van Amir al-Mu'minin alayhi salam, jouw gebed heeft een probleem. Is niet geldig. De wilaya van Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi is de essentie van het geloof. Het fundament, al-asr. De imams alayhum salam hebben dat in vele overleveringen duidelijk gemaakt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Al yawm akmaltu lakum dinakum. Wanneer? Na ghadir khun. Toen de wilaya van Ibn al-Bayt alayhum salam vast is gesteld over de maatschappij. Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi kunnen wij niet kennen. Wij hebben verschillende overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. De profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zegt: O Ali, niemand kent Allah subhanahu wa ta'ala behalve ik en jij. Niemand kent Muhammad sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Behalve Allah en jij. En niemand kent Ali behalve Allah en Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kennen wij Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi? Wij hebben bepaalde details, maar een volkomende begrip van Amir al-Mu'minin, een voltooid biografie van Amir al-Mu'minin, salamullahi alayhi, al-ma'rif al-kamila, dat hebben wij niet. Een complete ma'rif van Amir al-Mu'minin, salamullahi alayhi, want de profeet heeft gezegd: Allah, Muhammad Ali. Deze drie kennen elkaar. Wat kunnen wij doen? Wij moeten zo dicht mogelijk bij de Ahlul Bayt alayhi salam. Een van de punten waar wij op moeten focussen is het volgende. Waar is Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi geboren? Wanneer wij 5 keer per dag bidden minimaal naar de Kaaba toe, naar het heilige huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Wie is daar geboren? Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi. Nare! هادري يا علي هادري يا علي هادري يا علي. Wat is de reden dat Amir al-Mu'minin salamullahi alayh in de Kaaba is? Er zijn geleerden die verschillende redenen hebben gegeven. Ik zal er 2 met jullie behandelen. Ten eerste, sommigen zeggen Amir al-Mu'minin salamullahi alayh is daar geboren, want Allah subhanahu wa ta'ala wil laten zien dat de persoon die hier is geboren, die zal de Kaaba ook reinigen van ongeloof, van kufr. Dat is 1 reden. En 2e reden is het volgende. Is dat wij zijn geschapen uit klei. Wij zijn geschapen uit klei, uit aarde.
Waar is de Kaaba uitgeschapen, gemaakt? Ook van klei, bakstenen uit klei. Wanneer wij de Qibla hebben, dan hebben wij een verbintenis met de Kaaba. Eén daarvan is dat wij zijn klei en de Kaaba is van klei. Maar er is een ziel, er is een roh, onze ziel, die moet ook verbonden zijn met de Kaaba. Is dat alleen klei? Nee. Dat is licht, dat is noor. Wat is het noor, wat is het licht van de Kaaba? Dat is Ali ibn Abi Talib. Dit is het tweede punt. Is dat wij als gelovigen moeten een verbintenis hebben met Allah subhanahu wa ta'ala. Moeten een verbintenis hebben met deze religie. En deze verbintenis komt via Amir al-Mu'minin salamallahu alayhi. En daar zijn heel veel smeekwetens voor die ik op dit moment niet wil behandelen. Ik wil teruggaan naar het rolmodel. Amir al-Mu'minin salamallahu alayhi is mijn rolmodel. Als ik het ga hebben over Amir al-Mu'minin salamallahu alayhi, dan zijn er heel veel momenten in de biografie van Imam Ali alayhi salam waaruit wij een perfect rolmodel zien voor de maatschappij. Eén daarvan, zijn voeding. Amir al-Mu'minin salamallahu alayhi, weten jullie wat zijn brood was? Amir al-Mu'minin salamallahu alayhi, zijn brood bestond uit harde graan. Graan wat niet is gemalen. Vandaag de dag, jouw brood is mals, jouw brood is zacht, die je bij de Albert Heijn bijvoorbeeld koopt. De brood van Amir al-Mu'minin salamallahu alayhi, die zachte graan, die zag je. Dat was zijn brood. En de overlevering zegt, wanneer Amir al-Mu'minin salamallahu alayhi het brood wou breken, het was zo sterk dat het via zijn knie moest. Kijk hoe zuinig Amir al-Mu'minin salamallahu alayhi omging met voeding. Een metgezel kwam naar het huis van Amir al-Mu'minin salamallahu alayhi en zag Amir al-Mu'minin met dit stuk brood. Graan en hard stuk brood. Hij zei tegen Fidda, Fidda is een dienaar die werkte bij Amir al-Mu'minin alayhi salam, die het brood maakte. Hij zei tegen haar, wat is dit voor brood? Dit is leider over de gelovigen. Dit is Amir al-Mu'minin alayhi salam. Waarom heeft hij dit brood? Zij zegt, dit is hoe Amir al-Mu'minin alayhi salam het wil. We hebben het vaak tegen hem gezegd, maar Amir al-Mu'minin wil zich hieraan vasthouden. Deze metgezel gaat naar Amir al-Mu'minin alayhi salam toe en vraagt aan hem, waarom is dit brood zo? Amir al-Mu'minin zegt driemaal, ik hou mij vast aan de levenswijze van de profeet sallallahu alayhi. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, zijn brood was niet gemalen, dus de graan was niet gemalen. En zijn brood was hard, mijn brood is niet gemalen, is hard. Ik hou me vast aan de levenswijze van de profeet. En fusuna wa anfusakum in de edele Koran is niet alleen gebaseerd op aqide. Klopt, één daarvan is dat Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi de nefs van de profeet is. Zonder twijfel. Maar een ander punt is de levenswijze. De levenswijze van de profeet en van Amir al-Mu'minin alayhi salam is hetzelfde. Precies hetzelfde. Wij kunnen niet op deze status komen. Dat verwachten ze ook. Maar we kunnen ernaar streven. We kunnen erover nadenken. En we kunnen onze kinderen en onze komende generatie onderwijzen. Dit is één verhaal. Tweede verhaal. Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi kwam een keer naar Koefa toe. En hij zag bij de deuren van Koefa een arme christelijke persoon, een oudere christelijke man, die lag te bidden. Imam Ali alayhi salam zei niet, wie is dit? Imam Ali alayhi salam zei, wat is dit? Kijk het verschil. Tussen wie en tussen wat. Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi maakt zich zorgen om de situatie. Deze persoon, Amir al-Mu'minin alayhi salam zegt, deze persoon, toen jullie hem nodig hadden, werkte hij voor jullie. Nu hij oud is, laten jullie hem zo met rust van Beitulmaal. Beitulmaal is de islamitische bank. Van Beitulmaal krijgt hij een huis en een uitkering. Dit is de islam van Amir al-Mu'minin salam. Derde punt.
Mensen waren werkloos. Wat deed Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi? Een van de economische oplossingen van Amir al-Mu'minin alayhi salam. Hij bouwde markten op geld van de Islamitische Rijk. Dus de bank. Die bouwt markten en die zegt, wie wilt een winkel openen? Wie heeft er een project? Voilaan, die zegt, ik wil bijvoorbeeld een bakkerij openen, ik wil een slagerij openen. Ik wil de... Hier heb je een gratis winkel en ga aan de slag. Zo bestreed Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi werkloosheid. Vierde punt. Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi wil de kleding droegen. Er zijn overleveringen toen Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi een lezing gaf. De mensen zaten en imam Ali alayhi salam zat en zijn kleding die liet hij heel de tijd bewegen op deze manier. Kijk, hij liet ze bewegen. Dus toen ze klaar waren, vroegen ze aan Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi, waarom beweegt je zo met je kleding? Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi had één kleding en die had hij net gewassen en hij zit op de munt. Leider over de gelovigen met één kledij. Simpele kledij. Ik wil Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi niet vergelijken met de leiders van vandaag de dag. Nee. Leiders van vandaag de dag op Yawm al-Qiyamah, Allah handelt met hen af. Ik vergelijk hem naar mezelf. Ik vergelijk hem naar jullie jongeren. Ik zeg niet dat wij op deze status gaan komen. Nee. Ik zeg pas op waar je je geld aan uitgeeft. Wees bewust dat het uitgeven van geld voor de zaak van Ahlul Bayt alayhum salam, daar zit de barak in. Daar zit de zegening in. Wij moeten goed nadenken over hoe wij het shiïsme de komende jaren gaan ontwikkelen hier in Nederland. Er zijn grote projecten nodig om het shiïsme inshallah ta'ala te laten bloeien hier in Nederland. Sallu alam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi. Als we het gaan hebben als rolmodel. Ik heb een paar praktische voorbeelden gegeven. Maar er zijn honderden, wel duizenden gezegdes van Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi. Die waar we veel van kunnen leren. De profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zegt dat degene die verdriet heeft over zijn zonde en trots is op zijn goede daad is een gelovige. Dit is wat de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam heeft gezegd. Men sa'athu sayyi'a wa sarathu hasana. Wat zegt Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi over de gelovigen? Kijk hoeveel eisen die heeft. Qala Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi. Al-Mu'min bishrahu fi wajhihi. De gelovigen zijn glimlach is in zijn gezicht te zien. Wat bedoelt Imam Ali alayhi salam daarmee? Dat de gelovige, die is vrolijk naar de mensen toe. De problemen die hij heeft, zijn persoonlijke problemen, houdt hij voor zich. Deelt hij niet gelijk met mensen. Wa huznahu fi qalbi. Zijn verdriet zit in zijn hart. Awsa'u shay'un sadra. Het grootste wat hij heeft is zijn hart. Zo groot als de Atlantische Oceaan. Een gelovige moet een groot hart hebben. Een gelovige moet iemand zijn die de maatschappelijke problemen accepteert en naar kan kijken. Niet iemand die gelijk boos wordt. Niet iemand die het gelijk afwijst. Nee, iemand die zichzelf een mu'min noemt. Zijn hart moet groot zijn. وَأَذَلُّ شَيْءٌ نَفْسًا. Het meeste waar die zich zorgen om maakt is zichzelf. Met Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn verbintenis met Allah subhanahu wa ta'ala.
Yakrihu rifa. Hij haat, hij houdt er niet van dat mensen over hem gaan opscheppen. Een gelovige zoekt dat niet. Zoekt niet iemand die voor hem opschept. وَيَشْنَعُ السُّمْعَ. Dat betekent, hij houdt er niet van dat mensen zeggen, jij bent ingenieur, jij bent dokter, jij bent sheikh. Dat zoekt hij niet. Een gelovige zoekt die titels niet. Een gelovige zoekt niet dat iemand bijvoorbeeld foto's van hem plaatst. طَوِيلٌ غِمَّ بَعِيدٌ هَمَّ. Dat betekent dat iemand zich bezighoudt met het oproepen naar het goede en ver is van wereldse zaken. Bijvoorbeeld iemand die nadenkt over hoe kan ik een boek schrijven om de islam in Nederland over te brengen. Of vandaag de dag, hoe maak ik een app op mijn telefoon waar ik het shiïsme kan verkondigen aan de maatschappij. Kathir Santahu. Hij is vaak stil. Een gelovige is vaak stil. Wat bedoelen we daarmee? Dat de gelovige spreekt wanneer het nut heeft. Iemand die veel spreekt heeft voordelen en nadelen. Wat is de inhoud ervan? Is de inhoud voordelig voor de Ahlul Bayt alayhim salam? Bismillah. Is de inhoud tegen de Ahlul Bayt alayhim salam? Diegene hoort te zwijgen. Majghoolun waqtahu. Hij is de hele tijd bezig. De gelovige heeft geen tijd. Shakur sabur. Amir al-Mu'minin zegt shakurun sabur. Waarom zei de Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi niet shakir? Of yashkur. Waarom shakur? Shakur betekent is de meest extreme vorm van dankbaarheid. De gelovige is dankbaar. Niet eenmalig, niet enkelvoudig, maar veelvoudig. Sabur, een gelovige moet geduldig zijn. Niet eenmalig geduldig, nee. Heel zijn leven is te geduldig. Waninun bighilliyatihi. Dat betekent, bighilliyatihi. Dat betekent dat hij uitkijkt met wie hij bevriend is. Niet iedere persoon die met hem bevriend wilt raken, is hij gelijk bevriend mee. Nee, de gelovige past daar voor op. En Amir al-Mu'minin, salamullahi alayh, geeft nog vele, vele eigenschappen. Methelen, sahlul khaliqa. Dat betekent iemand die makkelijk is met het omgaan. Linun al-arik. Dat betekent Leon al-Arika. Dat betekent iemand die heel zacht is met de mensen. Dus bijvoorbeeld iemand die oproept en zegt, kom laten we een majlis houden, daar is hij makkelijk in. Maar zijn omgang met de mensen is op een zachte manier. Een zachte manier betekent niet iemand die zijn geloofsleer achterhoudt. Nee, een zachte manier is een manier van overbrengen, een manier van omgaan met de mensen. Amir al-Mu'minin zegt lean. Iemand die zacht is. Het verschil tussen zacht en tussen ruw. Nafsuhu aslab min as-salt. Al-salt betekent steen. Hij is sterker dan steen. Zijn ziel, zijn nafs is sterker dan steen. Onze zesde imam, imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, zegt dan ook, إن المؤمن أشد من زبر الحديد. De gelovige is sterker dan hadid, dan ijzer. إن الحديد إذا دخل النار لان. Wanneer ijzer het vuur ingaat, wat gebeurt er met het ijzer? Het wordt rood en het begint te smelten. وإن المؤمن لو قتل ونشر ثم قتل لم يتغير قلبه. De gelovige is sterk.
sterker dan ijzer. IJzer plaats je in het vuur. Het vuur zorgt ervoor dat ijzer rood wordt en smelt. Een gelovige, al wordt hij vermoord, wordt weer tot leven gebracht, wordt weer vermoord, blijft sterk, verandert niet. Zijn hart verandert niet. Zijn agide wordt niet veranderd. Dit is wat de Ahlul Bayt alayhum salam, hoe zij de gelovige, de mu'min, omschrijven. En dit is wat wij naar onszelf moeten gaan reflecteren. Sallallahu ala Muhammad wa ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Over de geboorte van Amir al-Mu'minin, salawatullahi wa salamu alayh. Er is een bekende misconceptie van de opponenten, van de mukhalifin, van de sunnieten. Die zeggen, Amir al-Mu'minin, salamullahi alayh, hij is niet de enige die in de Kaaba is geboren. Zij zeggen, sorry, kan die uit? Sallallahu ala Muhammad. Zij zeggen, er is een metgezel genaamd Hakim ibn Huzam. Hij is ook in de Kaaba geboren. Hoe komen ze daarop? Owelen, ze hebben een overlevering gebruikt van Sahih Muslim, die geen betrouwbare overleveringsketen heeft. Punt 1. Punt nummer 2. Er zijn twee ketens van dit verhaal. Beide ketens komen van Beni Zubair. En Beni Zubair zijn bekend. Ze hebben een haat aan de Ahlul Bayt alayhum salam. Dat is nummer 2. Nummer 3. Hakim werd pas moslim na de opening van Makka. En was een metgezel van Muawiyah ibn Abi Sufyan. Is dit iets waar je trots op bent? Punt nummer 4. In die overlevering staat, het is niet waar, maar als we de overlevering erbij pakken, staat dat de moeder van Hakim, toen zij naar de Kaaba toe ging, zij ging daar naartoe om de standbeelden te aanbidden. Is dit jullie geloof? Is dit waar jullie vrolijk om worden? Dit is één punt. Tweede punt. Wanneer wij het gaan hebben over Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi. En ik zei tegen jullie aan het begin van mijn lezing. Een van de redenen, een van de eigenschappen, een van de wonderen. Is dat Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi geboren is in de Kaaba. En tot de dag van vandaag zie je een scheur daar aanwezig. Wat zeggen de opponenten? Dit is shirk. Su'aal, vraag. Safa en Marwa. Jullie weten Safa en Marwa. Het verhaal van Hajar en Ismaïl alayhissalam. Dit is een verplichting binnen de hajj. Zonder dit uit te voeren tussen de bergen van Safa en Marwa is jouw hajj ongeldig. Waar komt het vandaan? Van het verhaal van Hajar en van Ismaïl alayhissalam. Dit is toegestaan. Maar wanneer we het gaan hebben over Fatima bint Asad alayhi salam en Amir al-Mu'minin alayhi salam, is het opeens een shirk geworden. Wat is deze oneerlijke weegschaal binnen jullie geloof? Wat is dit voor weegschaal? Laten we kijken naar Fatima bint Asad alayhi salam. Laten we kijken hoe Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi op aarde. Sheikh al-Majlisi, rahmatullahi alayh, heeft een heel belangrijk boek geschreven. Kitab Bihar al-Anwar. Bihar al-Anwar, waarom heeft Sheikh al-Majlisi, rahmatullahi alayh, dit boek geschreven? Ter bescherming van het shiïsme. Als we gaan kijken in de geschiedenis van het shiïsme, zien we dat om de paar jaar worden de shiïtische bibliotheken aangevallen. Dus Sheikh al-Majlisi rahmatullahi alayhi zei, laten we de shiïtische overleveringen verzamelen in een boek, Bihar al-Anwar. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld Daesh, la'anahumallah. Wat hebben zij met de shiïtische heiligdommen gedaan, aangevallen? Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld in de tijd van Saddam, we hadden een maktabe, een
een bibliotheek van Samarra. Een hele grote Shiïtische bibliotheek in Samarra. Die bibliotheek is verwoest. En zo, als je teruggaat naar de Uthmaanse tijd, naar de tijd van Beni Abbas, van Beni Umayye, ze verbranden telkens de Shiïtische bibliotheken. De Sheikh al-Majlisi, rahmatullahi alayh, heeft een hele goede daad gedaan. Wat zien wij vandaag de dag? Dat er personages zijn binnen het Shiïsme die beweren dat Sheikh al-Majlisi, rahmatullahi alayh, niet of geen overleveringsketens gebruikt. Dit is een leugen. Bihar al-Anwar bestaat uit meer dan 100 volumes. Sheikh al-Majlisi rahmatullahi alayh in volume 1, yani het begin, in volume 1. Sheikh al-Majlisi rahmatullahi alayh, Bihar al-Anwar, pagina 137 en 138, gebruikt afkortingen, bijvoorbeeld de letter ba. Wanneer Sheikh al-Majlisi rahmatullahi alayh voor de overleveringsketen de letter ba zet, betekent dat Qurbul Isnad. Qurbul Isnad van is een Shiïtische geleerde van al-Himri rahmatullahi alayh, die heeft het boek geschreven. Of bijvoorbeeld de letters ba, shin, alif. Bisharat al-Mustafa is een Shiïtisch boek, een oud Shiïtisch boek. Bijvoorbeeld de letter jim. Kitab al-Ihtijaj van Allama al-Tabarsi, rahmatullahi alayh. De Sheikh al-Majlisi, rahmatullahi alayh, wanneer hij de overleveringsketen benoemt en ook nog die afkorting geeft, betekent niet dat de overleveringsketen, dat de sened weg is, absoluut niet. Hij verwijst naar de boeken en die kunnen wij dan ook terugvinden. Dat is een voorbeeld. Een tweede voorbeeld, het boek Kamel al-Ziyarat. Precies hetzelfde principe. Er worden notities gebruikt, er worden letters gebruikt die verwijzen naar Shiïtische boeken. De fout die vandaag de dag wordt gemaakt is dat mensen die geen kennis hebben van deze boeken, de boeken openslaan en zeggen deze overleveringen zijn zwak. Er zijn personen op naam van het Shiïsme die komen naar de geboorte van Amir al-Mu'minin in Bihar al-Anwar en die verzwakken de geboorte op deze manier. En hier moeten wij heel zorgvuldig mee zijn. Bijvoorbeeld, iemand die geen begrip heeft van Windows, kan die Windows computer gebruiken? Nee. Iemand die geen begrip heeft, die geen kennis heeft van MacBook, kan die Mac OS gebruiken? Nee. Iemand die geen verstand heeft van Linux, kan die Linux gebruiken, Microsoft, etc. Nee. Hetzelfde geldt met de boeken. Beste broeders, we moeten voorzichtig zijn. Net als een programma is dit. Heb je kennis erover? Kan je erover spreken? Heb je er geen kennis over? Ontken niet, maar stel de vraag. In Bihar al-Anwar, volume 35, pagina 10... is een hele lange overlevering van hoe Amir al-Mu'minin salamullahi alayh is geboren. En ik heb hem vertaald in mijn boek, een samenvatting die ik met jullie ga lezen, inshallah. Ten eerste, Ibn Shahr Ashub, rahmatullahi alayh, in zijn boek Menaqab al-Abi Talib, zegt het volgende. Fatima bint Asad, alayhi salam, had een gestorven dadelboom in haar tuin. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Stond bij de tuin van Fatima bint Asad alayhi salam en verrichtte een smeekbede. Vervolgens kwam de dadelboom tot leven en er groeiden dadels aan. Fatima bint Asad alayhi salam nam een dadel en raakte de volgende dag zwanger van Amir al-Mu'minin salamullahi alayhi. Dit is wat er is gebeurd voor de geboorte. Vervolgens Fatima bint Asad salamullahi alayha gaat naar de Kaaba toe, naar het heilige huis van Allah subhanahu wa ta'ala. En wij geloven dat Fatima bint Asad alayhi salam onfeilbaar is. Dat ze ma'soma is.
Want wij geloven dat de ouders en de grootouders tot aan Adam alayhi salam zijn allemaal onfeilbaar. Tahirun mutahhar. Daar is geen twijfel over mogelijk. Er is zelfs een mening, en daar kom ik zo meteen op, dat Fatima bint Asad alayhi salam een hogere status heeft dan Maryam alayhi salam. Kom ik zo meteen op. Fatima bint Asad alayhi salam gaat naar de Kaaba toe. En ze weet dat ze gaat bevallen. Kijk wat ze zegt. Ze zegt, o mijn Heer, ik geloof in uw boodschappers, in al uw profeten en elk boek dat u heeft neergezonden. Ik geloof in de woorden van mijn grootvader Ibrahim a.s. En dat hij uw huis heeft gebouwd. Ik vraag u in de naam van dit huis en wie het heeft gebouwd en in de naam van dit kind. Dat is Amir al-Mu'minin salam. Die mij aanspreekt. Dit is tawassul. Ik ben ervan overtuigd dat hij een van de door u aangewezen leiders is. En een bewijs is voor de schepping waarmee u mij zal helpen met mijn bevalling. Fatima bint Asad alayhi salam ging naar binnen en ze verdween. Allah subhanahu wa ta'ala opende het heilige huis voor Fatima bint Asad. De mensen gaan naar het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Ze willen Fatima bint Asad alayhi salam eruit krijgen. Maar dat lukt niet. Het huis van Allah subhanahu wa ta'ala is dicht. En 3 dagen lang blijft het huis dicht. Waarom? Allah subhanahu wa ta'ala wilt de geboorte van Amir al-Mu'minin alayhi salam zo ver mogelijk overbrengen in het Arabisch Rijk. Na 1 dag eruit, mensen gaan het ontkennen. Na 2 dagen ook. Maar na 3 dagen weet men zeker dat het bij alle huizen, bij alle grote stammen, is aangekomen dat Fatima bint Asad alayhi salam in de Kaaba aanwezig is. Dit is de hikme, dit is de wijsheid hierachter. Fatima bint Asad alayhi salam. Een van de punten is het volgende. Toen zij bij het huis van Allah subhanahu wa ta'ala was en ze kreeg de bevalling. Wie gaf haar eten? De engelen gaven haar eten vanuit de hemel. Dat is 1 punt. 2e punt. Fatima bint Asad alayhi salam zegt in de overlevering dat zij de status heeft gekregen boven Maryam alayhi salam. Want toen Maryam alayhi salam het heilige huis inwou voor de geboorte van Nabi Allah Isa alayhi salam, werd zij geweigerd. Maryam alayha salam, toen zij een gestorven dadelboom zag en zij had honger. Wat deed ze? Zij moest zelf aan de dadelboom duwen. Toch? Fatima bint Asad alayha salam hoefde niks te doen. Allah subhanahu wa ta'ala stuurde engelen naar Fatima bint Asad alayha salam. En dit argument, sommige geleerden gebruiken dat ook om te bewijzen dat Fatima bint Asad alayhi salam een hogere status heeft dan Maryam alayhi salam. En die mening hou ik ook aan. Dat As-Siddiqatul Kubra Fatima al-Zahra alayhi salam, zij heeft de hoogste status. Fatima hujjatun alayna. De imams alayhi salam zeggen dat. Fatima al-Zahra alayhi salam heeft de hoogste status van de vrouw. Daarna komen Khadija alayhi salam en Fatima bint Asad alayhi salam. En daarna komt de rest. Inshallah ta'ala is dit duidelijk. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allen tot de dienaren van Amir al-Mu'minin alayhi salam maken.